Je bent net begonnen op Midjourney, maar je irriteert je kapot aan die timeline, zoals je hier ziet, waar al die andere gebruikers ook in zitten. Dus het moment dat jij een commando geeft om een plaatje te maken, dan verdwijnt dat in die timeline en moet je elke keer lopen zoeken. Hoe los je dat nou op? Dat is een vrij simpele oplossing voor en dat laat ik je in deze video zien. Welkom bij CVD-TV. Deze video die is voor jou als je net bent begonnen op Midjourney, maar je irriteert je helemaal scheel aan die timeline waar iedereen maar oploopt te hannissen, waardoor je continu moet scrollen en moet gaan lopen zoeken. Nou, daar is een eenvoudige oplossing voor en dat leg ik je in deze video uit. Ik laat het je hier zien. Wat we hier zien is ik zit nu op die Midjourney server en de oplossing die schuilt hem erin dat we een eigen server gaan aanmaken. En dat doen we door op dit groene plusje te klikken. We zeggen ik wil een eigen server, dit skip ik even, dat boeit niet. En we noemen die CVD-TV server 2 en we zeggen create. Op dat moment maakt hij een eigen server, dat is deze en dat zien we dus hierboven. Hier zien we dat hij een server heeft gecreëerd. Maar goed, dan zijn we er nog niet helemaal, want daar gaan we Midjourney aan toevoegen, zodat we lekker Midjourney voor onszelf hebben en aan de slag gaan. Dat gaat als volgt, we gaan naar Midjourney toe. En dan gaan we naar een van die newcomer rooms. Maakt niet uit welke. Ik klik op deze. En dan zien we hier rechts zien we de members van die. Dat zijn er dus heel veel. Mocht je dit rechterbalkje nou niet zien, dan zie je hier de memberlist. Als je daarop klikt, dan kun je hem hiden en dan kun je hem weer showen. En daar zien we de Midjourney bot. En wat we gaan doen is, daar gaan we op klikken. En dan zeggen we add to server. We zeggen select de server die we zojuist hebben aangemaakt. We zeggen continue, je authorized. Dan zeg je nog even dat je een mens bent in tegenstelling tot Midjourney zelf. Nou, dat wil je dan nog even checken. Wat moet ik doen? Please click each image containing a hockey match. Dat is dit. Dit is geen hockey. Dit volgens mij ook. Do verify. Yes, I'm a human. En ik ben authorized. En vanaf dat moment zitten we met Midjourney in een server. Dat zal ik je hier laten zien, want we gaan nu naar die 7D-server toe. En we zien hier rechts zien we de Midjourney bot. En vanaf dat moment is het eigenlijk heel simpel, want we kunnen hier nu lekker zelf aan de slag. Dus als we hier nu naartoe gaan en we zeggen, weet ik veel, man on the moon, ik verzin maar wat. Dan gaat hij dat lekker maken en hebben wij niet meer te maken met andere gasten in de timeline waar het super druk is en waar je continu loopt te scrollen. Hij is klaar, ik vind het prachtig. Man on the moon. Nou, zo werkt het. Op deze manier heb je dus simpel je eigen timeline. Niemand valt je meer lastig. Mocht je nou zitten te kijken en je denkt, joh, maar ik wil eerst die eerste stappen nog even zetten, want ik heb nog helemaal niks gedaan. Hierboven een video waarin ik je vertel en laat zien hoe ik die eerste stappen heb gezet om überhaupt op gang te komen. Nou, en mocht je dit soort video's nou leuk vinden, vind je ondernemen leuk. Want ik maak deze video's met name om ondernemers te inspireren en dingen te leren. Omdat, ja, weet je, als je als ondernemer mee wil in de toekomst, dan zul je ook mee moeten met nieuwe technologie. En dit is een hele belangrijke daarvan. Maar daarnaast interview ik heel veel ondernemers op dit kanaal. Ik heb al meer dan 1000 ondernemers geïnterviewd. Groot en klein en bekend en onbekend. Mocht je dat nou tof vinden en je vindt dit soort video's interessant, dan abonneer je hieronder. Maak je mij super blij mee. En dan mis je helemaal niks meer. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi! We'll be right back.